Hi. Hey, wat zijn jullie met iets spannends bezig? Ja. Zo. Goedemiddag. Goedemiddag, wat? Además de remedie non usual, con señora hoy ta haya cerca especialista de hospital, y su doctor de cas, su familia ta doné hopi sorto de remedie non de hierba, de medicinal y producto non tradicional antillano, con esperanza de suavizar su sufrimiento. Neemt u vaak van dit soort kruiden? Ja, de hierba, con nuestra rosa, na corsol. En toen was dat keren den hierba. Oké, kruiden. Toen was dat keren, de hierba, dat had in ons boom. Nos dat bier boom door de hierba. Oké. Okay. Het is de hierba die antes kon ons grande dan als in ons. Oh, begrijp ik goed dat het kruiden van Curaçao zijn, ja. Waar ze zich goed door voelt. Ja, en die ja. Van vroeger zijn, had ik dat klopt. Goed begrepen? Ja, ja. Nou, het is onze voorouder. Oh, we hebben ja. Het, ja. Het zijn hele oude, ja, zijn ja. Heel moeilijk te... Vinden. Dit is zo ja. Bijzonder. Ja. Duur, je moet er echt voor. Oh. Echt naar iemand die het ook weet. Ja. 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 Goh. Nou, ik vind het wel mooi dat ik dat nu zie, want ik kan me voorstellen dat u dat fijn vindt. Antes, ja. No estaba onze remedie. Ja. Alleen kruiden. Ja. Alleen, vroeger oh. Gebruikten we geen medicijn. Nee, nee. Ja, nu is het vaak zo dat. Medicijnen wel ook iets kunnen doen wat kruiden niet doen. Maar het is prima om die kruiden te gebruiken, denk ik. Als u voelt dat u helpt, dat het u een beetje sterker maakt. Maar ik vind het wel fijn dat ik het weet. En ik vind het eigenlijk wel fijn om dadelijk even, als het mag, op de flesjes te kijken wat er precies in zit. Want het is soms kunnen kruiden een beetje tegen medicijnen inwerken. Ik denk niet dat bij u zo is hoor, maar ja. Daarom is het wel fijn dat ik het weet. Okay. Ja. Ja, ik was net bij jullie moeder en ik merk dat ze enorm veel pijn heeft. En de thuiszorg heeft mij ook al verteld dat ze bij het aankleden zoveel pijn heeft. Dus ik wil heel graag met jullie even praten over de pijnbestrijding. Ik weet dat jullie wat huiverig zijn, liever niet sterke pijnstillers willen. Dat jullie slechte ervaring hebben met morfine. Omdat er in de familie, meen ik, een keer iets niet goed is gegaan. Ja, dat klopt. Met mijn tante, mijn moeders zus. Mm. En zij heeft het echt van dichtbij meegemaakt. En mijn tante had toen ook morfine gekregen. En ja, ze raakte ervan in de war. En ik kan me herinneren dat mama zei toch toen... ik wil zoiets nooit van mijn leven hebben. Yeah. Dus vandaar dat we er nu moeilijk mee hebben. Mee. Ja, dat snap ik echt heel goed. En het is ook gewoon een hele rottige fase, hè, dat je merkt dat het slechter gaat. Maar de medicijnen die ik wil geven... Ik weet natuurlijk niet precies wat je tante heeft gehad... Maar dat zijn morfinepleisters. En daar gebeurt het eigenlijk nooit dat mensen van in de war raken. Dus mag ik wat vragen, dokter? Natuurlijk. Gaat zij niet dood van die morfine? Dat tegenwoordig, als je hoort van morfine, dat betekent ook de eindpunt. Ja, nee, daar hoef je echt helemaal niet bang voor te zijn. Morfine maakt het leven niet korter. Ik snap heel goed je zorg. En heel veel mensen denken dat morfine... het doodgaan sneller doet verlopen. Dat is niet zo. En natuurlijk is het zo verdrietig dat het slecht gaat met je moeder, dat ze zo ziek is en dat ze steeds zieker wordt. Maar morfine verkort het leven niet. Dat is wel iets waar veel mensen altijd bang voor zijn, maar dat weten we dat dat absoluut niet het geval is. En zeker niet met deze medicijnen waarin ze het heel langzaam die morfine in het lichaam brengen. Precies zoveel als je nodig hebt om de pijn te bestrijden. En dan word je er niet suf van en je wordt er niet van in de war. En je gaat er al zeker niet eerder van dood. En we kunnen dan als het nodig is langzaam die pijnstilling sterker maken. Dus iets meer in die pleisters doen. En het... je ziet juist vaak, wat een beetje een positief puntje eraan is dat vaak als mensen zoveel pijn hebben als nu je moeder, nou, je merkt het, ze wordt meer teruggetrokken, dan ze reageert ook soms een beetje snel misschien op jullie. En als iemand weer minder pijn heeft, zie je dat vaak mensen ook wat meer ontspannen zijn en juist ook iets opfleuren. Dus
het helpt juist vaak wel om een goede tijd te hebben.